Op vrijdag 12 februari jongsleden hebben John en Nicole Geven de finale gewonnen van de Max Pub Quiz. Nou, allereerst van harte gefeliciteerd John en Nicole. Dankjewel. Ja. Geweldig zeg, vertel, ja. Hoe was het? Ja, het was fantastisch. Het was gewoon zo leuk om het hele geheel mee te maken. Maar ja, we hadden natuurlijk nooit verwacht dat we zouden winnen. Want het was natuurlijk de winnaars van alle uitzendingen. Dus wij waren eigenlijk net zo verrast. Dus gewoon leuk. Gewoon hartstikke leuk. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Zeg maar, dat is mijn vraag natuurlijk. Wie heeft zich toen opgegeven bij de eerste keer? Nou, ik krijg er altijd schuld van Nicole. Maar ik ben degene die ons altijd opgeeft voor quizzen. En dit was eigenlijk de eerste, of de tweede quiz. Maar dit was de eerste quiz die ons eigenlijk individueel uitgenodigd heeft om mee te mogen doen. Dus ik zag de oproep voorbij komen op tv. En ik ging achter mijn computer zitten zonder dat Nicole het wist. En ik heb ons toe opgegeven. En tot ik de mail kreeg dat we op auditie mochten komen, toen heb ik het Nicole pas verteld. Zo, hoe was dat, Nicole? Ja, wel een verrassing, maar aan de andere kant weet ik dat ik het ook wel kan verwachten van John. Oké. Het is niet de eerste keer dat hij zoiets heeft gedaan. Dus het was gewoon leuk en we zijn naar die auditieronde geweest. Hoe was dat, die auditieronde? Hoe ging dat? Dus het was gewoon een hele grote zaal met allemaal tafeltjes van twee. Want normaal gesproken is een pubquiz groepjes van drie of meer. En er zit het hele café vol met mensen, met publiek. En in dit geval was het dan met twee kandidaten per tafel. Moesten ook uit hetzelfde huishouden komen. Dus het was een iets andere formule dan dat ze gewend waren. Maar het kon ondanks alles toch gewoon doorgaan. En dus iedereen zat met z'n tweeën aan een tafeltje, ver uit elkaar. En er werden 50 vragen gesteld. Over topografie, over politiek, over dieren, over, je kan het zo gek niet verzinnen, rare weetjes. Hadden jullie al eens eerder meegedaan aan een quiz, John? Aan een quiz hebben we één keer eerder meegedaan en dat was van BNNV. Dat was de IQ-test. Zaten we in de groep tussen het publiek eigenlijk en dan kun je daar live meedoen op tv. Ja. En wat zijn jullie specialiteiten? Waar weten jullie het meeste van, Nicole? John weet het meest over muziek en over, over drank. Hij heeft natuurlijk slijterij gehad, dus er zit altijd wel een drankvraag in. Die John eigenlijk ook altijd wel weet, maar... Die we in de finale fout hadden. Ja. Dus er zat ook een taalvraag in die ik fout had, die ik eigenlijk goed had moeten hebben. Dus je weet nooit wat voor rare vragen je kan verwachten. Ook al weet je overal alles vanaf, dan nog. Ja, ja. Nou, ik vond jullie er best relaxed bij zitten. Ja, maar de sfeer ook in het café en heel de opnames, dat gebeurt ook op een hele relaxte manier. Dus dan zit je er zo ook in. Het is gewoon net dat je in een heel mooi cafeetje zit. We zien hier een foto van de erbereters. In die eerste uitzending, toen werd er jou gevraagd wie je nog meer zou willen fotograferen. En toen noemde je het Koninklijk Huis of eventueel Obama. Nou, nog vrij hoog gegrepen. Ja, je moet doelen in het leven stellen. Hè? Dus, absoluut. Ja. Heb je nog meer bekende Nederlanders gefotografeerd? Jazeker. Ik heb de twee Nunense bekende Nederlanders, Sophie Hildebrand, Tanja Jess gefotografeerd. Irene Moors, Rowan Heze, Chantal Jansen, Ruben Nicolai, Egbert Jan Weber, Stacy Rookhuizen. Wie niet, zou ik haar zo willen zeggen. Nou, er is nog gelukkig veel over. Oké. Ja. Nicole, hebben jullie je nog op een bepaalde manier voorbereid? We hebben oude afleveringen gekeken van vorig jaar. Hebben we allemaal zitten doornemen. Hebben jullie dus gewonnen. Welke prijs hebben jullie gekregen? We hebben een hele mooie award gekregen die een mooie plek in ons huis gaat krijgen. Of misschien zet ik hem hier in de studio. Dus dat was de hoofdprijs en de eer. Geweldig. Nog een beetje na kunnen genieten in de studio of kon dat in verband met de corona niet? Nou, dat ging helaas niet, want normaal is er altijd een leuke borrel daarna voor de winnaar natuurlijk met de hele crew. Want het is natuurlijk de laatste opname van het seizoen. Maar goed, jullie hebben waarschijnlijk het feestje wel thuis gevierd. We hebben het samen gevierd. Dacht ik al. Alsnog, nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Want ik vind het echt wel een enorme prestatie. Ja, wij
Ja, we vinden dat zelf eigenlijk ook, want het is ook boven onze verwachting, maar ja, gewoon heel leuk om mee te maken. Ja. Nou, en hartstikke bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Heel graag gedaan.